Life is a winding road, no telling where it goes. Driving through days and nights, won't stop for traffic lights. Hoi, leuk te kijken in deze video. Welkom bij deze weekendvlog. Ik denk dat we dat gaan maken. Vandaag is het een beetje buiten adem. Ik heb heel de ochtend al als een kip zonder kop rondgerend. Maar wij gaan dus een weekendje naar Friesland toe. Want morgen is daar een slow triathlon en daar gaan we met de familie aan meedoen. Super veel zin in. Super nervous of we dit allemaal gaan doen en kunnen en redden en niet doodgaan. Waarschijnlijk al een klein beetje. Maar goed, ik heb dus vanochtend Donna naar de opvang gebracht voor het weekend. Dan kan ze lekker een heel weekend spelen daar. Hoef ik me daar geen zorgen over te maken. Ik heb de auto omgewisseld, want ik rijd zelf een elektrische auto. En naar Friesland is best een eindje. En dan zou ik, omdat ik de kinderen pas om 2 uur uit school kan ophalen, ergens rond de spits moeten gaan laden. En dan ben ik niet op tijd met eten. We willen ook een beetje met tijd eten. Dus ik dacht, dan wist ik even met een benzineauto. En de spullen zijn ingepakt. Ik heb een tasje. Ik heb best wel wat tasjes eigenlijk, als je zo ziet. Ik heb een tasje met waterschoenen, wetsuits en handdoeken. Een tasje met extra schoenen. Als ik de kinderen ophaal naar school, hebben ze natuurlijk ook schoenen aan. Maar ik dacht, het is altijd wel even slim om ook schoenen mee te nemen. Want ik weet niet of misschien komen ze wel op slippers, want het is super mooi weer vandaag. Nou, een tasje met speeldingetjes voor Logan, een tasje met speeldingetjes voor Brooke. Mijn tas staat daar, met mijn laptop en ik heb dingen mee, zoals extra oordopjes. Hier zitten oordopjes in. Hier zit een halve medicijnvoorraad in. Cetirizine voor Brooke, want die wordt altijd misselijk onderweg. Gewone paracetamol, kinderparacetamol, reisbandjes. Nou, mijn laptop heb ik mee. Ik heb spelletjes mee. We hebben een kaartspel. Een beverbende en skibbo. Nou, die extra oordopjes. Ik heb een boekje mee, mijn portemonnee. Ik neem zelf een blazertje mee. Mijn telefoon mee met oplader, sleutels en mijn zonnebril. Bij de kinderen zitten ook allebei de... mijn broek nog niet. Mijn broek heeft nog een zonnebril nodig. En er zit hier al onze badpak. Kleding voor vanavond als we uit eten gaan. Kleding voor morgen als we uit eten gaan. Kleding voor zondag als we nog iets leuks gaan doen. Dus we have everything. I think, I hope. Ik had even zonnebril voor Brooke en dan ga ik ze ophalen. Zet ik dat? Ja, als ik nu alles ingeladen. Ze is over een half uur uit. Dus kwam maar goed. We got this. Wat vind je ervan? Chai tea. Wat vind je ervan? 11 out of 10. Smash. Nou, we zijn georganiseerd. Spiegeltje. Hi. Een douche. Met. Ik ga wel in slapen. Nee, je gaat hier niet in slapen, schatje. Ze wil niet bij mij op de kamer. Wil je dit even niet in mijn gezicht doen, alsjeblieft? Ja, maar je kan gewoon naast mij liggen, liefje. Hier met je frette skin. Nou, hier wil Logan dus gaan slapen. Ze kan naast Logan slapen, maar dat wil ze dus ook niet. Nou, Logan heeft uitzicht op schaapjes. En een espresso-apparaat. Je moet filmen. Wat heb je dan? Deze kamer. We gaan nog even terug. Ga je drugs en snoep? Voor ons alle drie. Oh ja, cute. Dat is een wat staafjes of zo? Wat? Ja, oké. Okay. Nou, top. Mama, ik heb nog iets gevonden. Ga in mijn kluis. 3, 2, 1. Oké, okay, dus niet. Oh, heeft hij wel een deur gezeten en je hebt geen deur. Oké. Okay. Dat hoeft toch niet? Want... Ik heb geen deur! Apparently not, nee. Nou, dit is dan mijn kamer. Of tenminste, waar ook Brooke gaat liggen. Ook lekker specifiek. Ik vind het wel echt een super cozy ruimte zo. Oh ja, er zit een mooie zender. Als je een vriend inhaalt, ga deze lopen. Kijk. Nou, maar we hebben wel lekker een ruimtetje zo, hè? Niet van deze lopen. Mag jij helpen? Looks like you're changing and all. Zo, we hebben net lekker gegeten. Eentje is er al gedoucht. Logan is nu in de badkamer bezig. Dan ben ik zo. Ik denk dat alles een soort van klaar ligt. Kinderen hebben uitgezocht wat ze morgen overdag aan willen. Yay, you found it. Good job, baby. Vanavond slaapt in ieder geval Brooke naast mij. Misschien morgenavond ook. Gaan we even kijken. Morgenavond ook. Morgenavond ook. Als Logan het oké vindt. Logan, hier lopen we in. Logan, juist.
Ja, hij heeft in zijn eigen kamer, dus dat vindt hij waarschijnlijk ook gewoon prettig. Zonder deur. We zijn alles echt klaar. We hebben voor morgen om 8 uur bij het ontbijt afgesproken. Het is nu, ik heb mijn dingen al weggelegd. Oh. Nou, dat zien we hier denk ik. Ga ik lekker even douchen en dan gaan we lekker slapen. Want ik ben moe. Zo, hallo. Ik word even aangevallen hier zo. Ben je ook een beetje moe? Een beetje. Ik heb het ook een beetje gehad voor vandaag. Ik ben een beetje gaaf om het auto te rijden. Je hebt gewoon 3 uur gereden. Langer. 3,5, 4. Ga je me vannacht een beetje laten slapen of ga je altijd boven gaan liggen? Weet ik niet. Nee, weet ik nog niet. Dat is nog niet goed. Goedemorgen, welkom in deze zaterdagmorgen. Wij zijn helemaal ready to go. We gaan zo naar de auto toe en dan gaan we een klein stukje rijden. Het is bij een camping bij het IJsselmeer. En dan gaat als het goed is Olga Commandeur ons de warming-up geven. Dus exciting stuff. En dan gaan we eerst beginnen met zwemmen. En gewoon lekker op het strandje chillen en dan ergens nog 5 kilometer wandelen en nog 20 kilometer fietsen. Maar kom maar goed. Excited for it. En a little bit nervous. Maar ik heb een tasje gepakt. Ik heb ook de tas met de handdoeken en de schoenen en de wetsuits. Die staan nog in de auto. Hier zit dan verschoningetje in enzovoorts. Ben je er ook allemaal klaar voor, Moppie? Ja. Exciting stuffies. Ready? Let's go. About to leave. Already packing. Come with me. I'm not really asking. We'll get away. To a place where we don't know. About to see the world in action. What we can be. Life with no distractions. We'll get away. This is what we made it for. Laatste 2, laatste 1,5. Hey. Loop je dan met al je bloemetjes? Wat vind jij ervan? Kom maar best. Kom maar best. We gaan nu wel terug naar het hotel. En dan gaan we lekker even douchen. En daarna gaan we met Italiaan. Dus kunnen we weer allemaal calorieën en koolhydraten om onze spieren te vullen. Ik heb wel zin in wat ze eten zo. Ik weet het niet. Mijn overigens wel. Kom goed, je hebt hard goed gedaan hoor. Het was echt bijna 7 kilometer joh. En dan het hele weer lopen ook. Maar we hebben er hele mooie bloemen voor terug. Zo, wij zijn ook weer klaar om naar de Italiaan te gaan. Weet je haar goed? Ben jij klaar ervoor?
Ik heb ook nog schoenen. Brooke is echt... Brooke moet even de catwalk doen. Brooke ziet er zo cool uit nu. Tada! Ik ga ook catwalk. Oh nice. Logan ook even catwalk. Moet hier ook iets omlaag doen nog. Nu zien we je pietbroekje. Ja. Ja, love it. Ja, hebt wel je... It's Monday, but it's Saturday! Wil je even je schoenen aandoen? Zo, buggel. Have kids, they said it would be fun. They said, yay, hebben we honger? Ja. Beetje. Nou, ik heb dus weer mijn en ook een levertje aan. En mijn zwarte, lange skimshirt. Even met andere schoenen, even met hakjes. Dus ik heb mijn maandag sokken aan, terwijl het zaterdag is. Ja, maar ja, die heb ik gewoon meegenomen. Dus nou, wij gaan nu naar beneden. Want het is goed, dus zijn opa, oma en oma Lano daar aan het wachten. We hebben bijna 7 kilometer gewandeld, ja. In de warme hitte. Nou, precies. Ik neem wel even mijn zonnebril mee. En mijn tasje. Nou, dan zijn we helemaal klaar ervoor. Lekker Italiaans. Lekker even... Pizza. Ja, pizza of pizza. Ja, of pasta. Ik denk dat ik een pasta ga doen. Welke pizza bij. Hoort ananas op een pizza? Ja, ik vind persoonlijk ook van wel, maar... Misschien vloek ik nu, ik weet het niet. Maar goed, anyhow's. Wij gaan lekker hapje eten. Pizza hoort, baby. Hoe voelen we ons vanochtend? My thoughts exactly. Maar je hebt wel lekker gegeten, toch? Ja. Yeah. Goed zo. Dan gaan we zo richting... Oeh, wauw. Hotel van toevallig, aangesloten. Iets. Om daar even koffie te drinken. Mijn broertje is vandaag jarig. Dus doen we koffie daar met een taartje. En dan maken we vervolgens weer een pitstop in. Hoofdop. Wat gaan we in hoofdop doen? Weet je het nog? En een soort van ontsnap uit een kamer. Jungle. Ja. Oh, je hebt hier nog niet goed geplet. Escape room. We gaan naar een escape room. Dat en het gaat doen. Over, je zit in een soort jungle en je moet een of andere stam. Je heeft een verborgen piramideschat. Als je die vindt, gaat de deur open. Dat. Dus ik ben benieuwd. En vandaag gaan wij denk ik gewoon richting huis. Zetten we even de spullen af. En dan denk ik dat wij vanavond kijken of opa kunnen mee eten. Het is eerst een uur en een kwartier rijden en dan van Akersloot naar Hoofddorp is volgens mij iets nog een half uur of zo. En dan is het nog 2 uur naar huis. Maar goed, dat komt allemaal wel goed. Dan gaan we thuis even spullen uitladen denk ik. Ik ga even overleggen met opa Johan of we daarmee kunnen eten of dat wij gewoon even apart gaan eten. Ja. Pas op. Dank u. Brooke is nog even aan het make-uppen. Ik vind dit prima. Even laatste spulletjes in pakken. Wat spulletjes bij. Dit is Brooke's jasje. Ligt daar nog wat. Ligt nog in de badkamer het een en ander. Ben je geblend? Ja. Oké, moet ik helpen? Yes, let's do this. Ik ga even met z'n is de jaren van Brooke's. Happy birthday! Ready? Yes. Nog een half uurtje en dan zijn we bij de escape room. Ik hoop dat hij er helpt uit kan komen. I hope so too. Ja, jij bent wel heel goed in puzzelen en in spelletjes en zo, hè? Nee, maar jij bent klein. Dus maar ik heb nog nooit een escape room gedaan. Straks moet je helemaal gaan klimmen of gaan zweven. Denk ik niet. Nou, daar ben jij het best in. Ja. Eigenlijk wel, ja. Maar Burke, jij bent het kleinste. Dus stel, jij hebt een boom staan met daaronder een heel klein gaatje met een knopje. Kun jij die het beste bij? Oh, dat ging je zelf maken. Salto? Ja, een radslag dacht ik even. Oh, dat kan ik wel. Ja. Doe jij dan. Doe maar niet. Oké, let's go. Nog even 30 minuten knallen. We laten auto's rijden wel beu. We moeten echt nog wel een heel stukje. Want we hopen dat we kunnen wel 2 uur rijden ofzo. En dan moeten we echt ook nog even de auto omrijden. Surprise! Je moet nog 3 uur. Ja, yeah, maybe even langer. Dat is oké, dan. We hebben het wel leuk. Je mag je ook nog twaalf. Ondertussen is het 8:30 en ik heb net de kids op bed gelegd. We zijn nog even op en neer naar mijn vader gereden om de auto's om te wisselen. Ja, ze willen hier uitgeladen. Even gechilld om daar naartoe.
Ik heb natuurlijk in 3 dagen tijd. Nou, zo zeg het even. Ik pak een beetje 1000 kilometer gereden. Ugh. 2 keer de continu gemaakt. Triathlonnetje gedaan. Nou, noem maar op. Dus ik heb wel eens mijn pyjama aangetrokken. Of een pyjama. Want ik heb Donna natuurlijk nog niet. Die haalde vanochtend pas op. Dan zit haar vakantie er ook op. Maar ik dacht, dan hoef ik niet meer naar buiten. Dus dan kan ik nog wel eventjes in mijn pyjama even beneden zitten. Als de kinderen al was gaan slapen. Die waren ook helemaal afgedraaid. Maar al met al hebben we gewoon een superleuk weekend gehad. En denk ik, ja, dit gaan we misschien volgend jaar gewoon weer doen. Want het was echt wel superleuk, supergezellig. En lekker sportief. Maar ik ben wel echt gesloopt. Dus dit was het voor deze video. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Zoals het was, ik wel een duimpje omhoog. En niet te abonneren op mijn kanaal. Omdat het wel van de jullie was. En dan zie ik je in de volgende video. Bedankt voor het kijken. Doei doei.